We rijden aan een touwtje recht achter elkaar. De wind staat van de rechterkant van de heren renners. Duidelijk te zien dat ze dus aan de linkerkant van de weg staan. Als je nu wil demareren, dan moet je dwars tegen die wind ingaan. En als we dan zo direct weer de bebouwde kom in komen, komen we in het dorp Andy. En dat juist is de woonplaats van de man die op het ogenblik twee na laatste rijdt, Jo Maas. Die ongetwijfeld zal worden toegejuicht, maar Jo weet zichzelf kansloos als het op sprint aankomt. Niet waar, Jean? Ja, hij kan onvoldoende snelheid opbrengen. Het is eigenlijk een typische ronderenner. Daar rijdt hij met nummer 37 door de bocht. Een typische ronderenner die het moet hebben van moeilijk terrein in de kools, in de bergen. Daar maakt hij zijn klassement. Maar op de vlakke wegen en zeker in een eindsprint is hij toch kansloos tegen mannen als Raas, als Sean Kelly, als Daniel Willems en als Bernard Hinault. Opwinding hier bij de finish. Er wordt gezwiept. Hinault rijdt in het midden. En Jan Raas aan zijn wiel. Daar komt Fons de Wolf. Raas moet naar hem toe gaan, want anders is het te laat. De laatste bocht komen ze door. Ze verdwijnen uit beeld, komen nu weer bij de vaste camera. Daar komt Jan Raas, aarzeling van Fons de Wolf. En Jan Raas wint voor de vierde keer de Amstel Gold Race. Geweldig gedaan. Fantastische prestatie. Alleen in de kopgroep. Geen ploegmaat erbij. En dan zo soeverein finishen. Dat is een vierde overwinning op rij waard.